Wat fijn dat je weer kijkt. Dit is deel 7 alweer van Gezocht Normale Ouders. Voorlezen aan jullie allemaal. Omdat jullie nu nog steeds thuis zitten natuurlijk. We hebben van alles gehoord al. Ze zagen gisteren in ieder geval opeens iets liggen aan de horizon. Toen ze in dat bootje uit de mist kwamen. Ik ben benieuwd. En ik heb ondertussen ook mijn hond weer. Die hier heel graag wil spelen. Zeebenen en palmbomen. Voor hen lag een prachtig eiland. Het mooiste dat Gijs ooit gezien had. Nu had hij ook nog niet zoveel eilanden gezien. Dus dat is dan niet zo moeilijk om het mooiste eiland te zijn. Een wit strand omzoomde het land. Groene bomen en palmen waaiden zacht heen en weer. Het water was helder turquoise blauw. Scholen zilverkleurige vissen schoten onder de boot door. Alsof ze tikkertje met elkaar speelden. Ze hoorden vogels fluiten en krijsen. Er staken rotsen uit het water, sommige heel hoog, met gaten waar je doorheen zou kunnen varen. Zwijgend staarden ze naar het eiland. Het leek of niemand iets durfde te zeggen, alsof ze bang waren dat het eiland dan opeens zou verdwijnen. Nergens waren huizen, hotels of vakantiecomplexen te zien. Er was geen boot te bekennen, geen haven of aanlegsteiger. Er waren geen wegen met auto's, geen jetskis en ook geen waterfietsen of surfplanken. Het strand leek volkomen verlaten, alsof er nog nooit een mens voet aan wal had gezet. Opeens dook er een grijze vin op naast de boot. De tuimelaar, riep Gijs. Hij tuurde over de rand heen. Het dier stak zijn kop boven het water en keek hem vriendelijk grijnzend aan. Wil je ook weer meeluisteren, jochie? Ja, wil je ook weer meeluisteren? Ja, ik ga even verder. Ja, je houdt de kinderen wachten. Oké. Hij klikte een paar maal met zijn stuit en dook toen onder. Een paar meter verderop dook hij weer op, sprong uit het water omhoog, flipperde zijn staart op en neer en dook opnieuw het water in. Pip lachte en Sophie klapte in haar handen. Papa staarde naar het eiland. Ik heb echt geen idee waar we zijn. Het ziet er tropisch uit, helemaal niet Europees. Hij haalde een hand door zijn haar, dat verward alle kanten op piekte. Trouwens, ze zagen er allemaal niet meer uit. Gijs' rossige haar was stijf geworden van het zout dat erin opgedroogd was. Hij voelde aan zijn gezicht. Zijn neus voelde pijnlijk aan, helemaal verbrand door de zon. Het vel van zijn lippen was gesprongen, net als bij papa, die bovendien dikke blaren op zijn lippen had. Pip en Sophie zagen knalrood. Pip had daarbij ook allemaal sproeten op haar gezicht gekregen. Mama had hun lange haren nog in een vlecht gedaan gisteravond, omdat het begon te klitten en verward raakte. Wat zou mama dit een prachtig eiland hebben gevonden? Gijs slikte en hij keek weg. Opeens bedacht hij zich iets. Zou mama hier ook kunnen zijn, pap? Fluisterde hij. Papa haalde peinzend zijn schouders op. Dat weet ik niet. Ik hoop het. Langzaam werd de zee onder hen minder diep. Het water was helder, ze konden zo de bodem zien. Licht zand met prachtige koralen hier en daar, als juweeltjes verspreid. Kleurrijke vissen die moeiteloos door het water bewogen. Schelpen in prachtige tinten. Papa ging staan. Oké, ik ga het water in en duw de boot verder het strand op. Jullie blijven zitten. Hij voelde met zijn hand in het water. Lekker warm? Nou, daar ga ik. Hij plonste het water in en stond tot zijn middel in de zee. Even lachte hij. Heerlijk! Zijn trieste gezicht zag er raar uit, alsof lachen pijn deed. Ik ook, riep Sophie. Gijs trok haar terug. Nee, wij blijven zitten. Jij kunt helemaal niet zwemmen. Wel eens, als het water niet te diep is en ik heb toch een zwemvest aan. Niet dus, je kunt niet zwemmen. Jongens, geen geruzie. Laten we blij zijn dat we eindelijk land hebben gevonden. Als we wat gerust hebben, gaan we op zoek naar een telefoon. Papa duwde tegen de boot, zodat ze op het strand waren. Spring er maar uit. Welkom aan land. Nog nooit had zand zo fijn gevoeld. Gijs bloot de benen. Ze hadden hun schoenen al de eerste dag van de ramp en mus uit moeten trekken, omdat ze nat waren geworden. Krulde in het warme, natte, fluweelzachtige zand. Hij wilde het strand oplopen, maar viel om. Zijn benen wilden niet. En ook de tweeling viel op de knieën. Ha! Dat komt omdat je zeebenen hebt gekregen. Je moet weer wennen aan de vaste grond onder je voeten, zei papa, die zelf ook wiebelde. Hij trok de boot met al zijn kracht zo ver mogelijk het zand op.
Gijs, help eens. Duw zo hard je kunt tegen de boot aan. We willen niet dat hij weer wegdrijft. We moeten hem zo droog mogelijk zien te leggen. Zie je die boom daar? Daar slepen we hem naartoe. Meisjes, ga even rustig in het zand. Dan kan je lichaam eraan wennen dat je niet meer op en neer deint. Eerst haalde Gijs snuit uit zijn broekzak en zette hem in de voorraadkist. Met de laatste pinda die hij had. Lief zijn hoor, mompelde hij en nergens aan klagen. Knagen. Maar eigenlijk kon snuitje nergens bij. De maaltijdkoeken zaten in een beschuitblik en de andere dingen in de kist waren niet eetbaar. Gijs duwde samen met papa tegen de boot aan. Zo verschoof hij langzaam meter voor meter, totdat hij helemaal droog lag bij de eerste pollen gras en een palmboom. Gijs liet zich op het zand vallen, uitgeput en moe. Hij trok zijn zwemvest uit en gooide het naast zich neer. Zijn hoofd draaide. Het was alsof hij nog steeds op zee was en alles op en neer golfde. Papa liep zigzaggend naar Pip en Sophie toe, nam ze bij de hand en met z'n drieën liepen ze struikelend zijn kant uit. Gijs kon zijn ogen nauwelijks open houden. De warme lucht streelde zijn verbrande gezicht. Hij hoorde vogels zacht fluiten. De boom wierp beschermend een schaduw over hem. De zee kabbelde rustig het strand op. Gijs voelde nog net hoe zijn zusjes naast hem gingen liggen. Ik ben zo moe, mompelde hij nog. En toen viel hij in een diepe, diepe slaap. Toen Gijs wakker werd, was alles donker om hem heen. Papa en de tweeling lagen tegen elkaar aan te slapen. De lucht was bezaaid met sterren, alsof iemand kerstverlichting in de hemel had gehangen. Gijs wilde zich oprichten, maar alles deed pijn en voelde stijf aan. En dus bleef hij liggen, starend naar de lucht. Het water van de zee kabbelde zacht het strand op. Het was windstil en de lucht was warm. Na al die dagen op de koude zee voelde dit als een lekkere warme deken die over hem heen was gelegd. Hij dacht aan mama. Lieve, vrolijke, grappige mama. Ze vertelde altijd moppen waar niemand om moest lachen. Ze zette hem voor schut in restaurants door luidruchtig de boeren en eten terug te sturen naar de kok, omdat het smaakte naar een oude beer in zijn winterslaap. Gijs wilde nu zo graag zo'n flauwe mop horen. En dan zou hij heel hard lachen, totdat de tranen over zijn wangen zouden rollen. Waar zou ze zijn? Zou ze ergens aan land zijn gegaan en hulp zijn gaan halen? Misschien was ze wel op een reddingsboot onderweg om hen te zoeken. Zou ze dan ook op het idee komen om op dit eiland te kijken? Hij wilde niet denken aan die andere mogelijkheid, dat ze niet aan land was. Want dat betekende, een traan piepte tussen zijn dichtgeknopen ogen door en drupte langs zijn oor naar beneden. Opeens hoorde hij een raar geluid. Een gepiep, gevolgd door een knor. Het was papa die snurkte. Maar toen Gijs zich naar hem omdraaide, zag hij dat papa ook wakker was. Hij staarde naar Gijs en legde een vinger tegen zijn mond. Sssst, fluisterde hij. Weer klonk het geluid. Morgen gaan we verder. Horen jullie waar dit geluid vandaan komt? Tenminste, dat denk ik. Tot morgen weer allemaal. En blijf gezond, hè. Doeg!